Ja, Lasse, wat een dramatische middag. Waar ligt het aan vandaag? Ja, dat was niet de beste middag, nee. Ja, ik denk gewoon dat AZ meer energie de wedstrijd in het gestoken. En vandaag, ja, eerlijk gezegd, de betere ploeg waren. We hebben zelf nog een paar kansen nog op een laatst waar je misschien wel kunt uitstrepen. Maar ik denk dat wij niet heel veel verdiend hebben vandaag. Eerder dit seizoen werd het 5-0 tegen AZ. Wat was het grote verschil met die wedstrijd? Nou, net wat je zegt. Dat was die wedstrijd was een andere Ajax die er stond. Vandaag was het een... zoals een Ajax die er weinig energie in stoken, dat leek wel een vermoeid Ajax. En het was natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Ze deden het goed, zetten ons goed onder druk, maar wij deden het niet goed vandaag. Na Real was de euforie natuurlijk groot. Toen kwam de wedstrijd tegen PEC. Daar kwamen jullie eigenlijk al best wel goed weg. Wat hebben jullie gezegd tegen elkaar in aanloop naar deze wedstrijd? Ik denk dat we tegen PEC natuurlijk kwamen wel goed weg, maar wel verdiend gewonnen hadden. Je probeert natuurlijk wel dat je niet in dezelfde... Niet dezelfde wedstrijd van het maakt. Dat je weer op het laatst nog een goal moet maken. Maar er zat er niet erg in vandaag. Ik vond ons op veel vlakken niet goed genoeg. En AZ was gewoon feller en beter. Ja, je noemde net al vermoeidheid. Normaal gesproken, of dit seizoen tot nu toe, zie ik in jouw statistiek dat je heel veel de bal afpakt. Dat was dit vandaag eigenlijk ook niet echt zo. Merk je zelf die vermoeidheid ook? En is dat ook de reden waarom je er wat eerder afging? Dat weet ik niet, maar nee, natuurlijk, dat merk je. Ik weet niet hoeveel wedstrijden, zo'n wedstrijd 45 toch erbij zitten. Dat zou de meeste niet in een heel seizoen niet spelen. En we hebben nog te gaan, dus we moeten goed op onszelf passen. Nu hebben we weer 10 dagen, wel weer 2 wedstrijden met Denemarken. Maar we moeten goed en fit terugkomen en rust pakken waar je kan. Maar dit is nu waar de wedstrijden of waar de prijzen verdeeld worden. Dan moet je fit zijn en niet... Je weet dat het een lang seizoen kunnen gaan worden. En dat willen we graag. Dus dat moeten we zeker ook niet als excuus gebruiken. Maar dat leek wel vandaag wel zo, ja. Weer een uitwedstrijd, hè? Eigenlijk de uitwedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ waren allemaal puntverlies voor jullie. Ja, klopt. Het is niet leuk. Het is niet fijn. Je weet natuurlijk dat je met 2 punten vandaag gewoon een... De volgende thuiswedstrijd op de eerste plaats zou kunnen komen. Dat laat je na vandaag. Dat is zonde. Maar zoals ik zeg, ik denk ook niet dat we heel veel verdiend hadden vandaag. PSV speelt slecht wint wel uiteindelijk. Heb je daar nog van tevoren over met elkaar? Nee, we hebben een beetje kunnen kijken in de bus. Maar daarna ben je bezig met deze wedstrijd. Ik heb niet de tweede helft ook helemaal niks gezien. Natuurlijk krijgen we wel mee dat ze op de laatste nog winnen. Maar ja, wij moeten gewoon, zoals ik zei, vandaag onze eigen wedstrijd winnen. En dan is er nog 2 punten en dan komt PSV op bezoek bij ons. Maar vandaag staat er dan niet meer in. Ben je blij met de breken die er nu aankomt? Je hebt wel even tijd, maar er komt wel weer 2 wedstrijden voor sommigen. Voor mij wel. Het is niet dat je heel veel rust zou kunnen krijgen, maar... Maar kijk, zoals ik eerder zei, waar je kan, je rust pakken en dan fit terugkomen. Tot slot, wat verwacht je van de wedstrijd tegen PSV die eraan zit te komen? Nou ja, de wedstrijden zijn altijd beladen natuurlijk. En deze is natuurlijk extra belangrijk, want winnen we is er weer 2 punten. Dus dat moet het doel zijn. En zoals ik zei, hopelijk komen we allemaal fit terug. En dan kunnen we met volle focus naar die wedstrijd. Maar nu eerst even inderdaad een break van 10 dagen. En dat is misschien wel even goed. Zal in ieder geval anders moeten dan vandaag. Dat is duidelijk.